bij een tevreden winnaar. Bart Arnouds winst in Vriesel, maar je hebt er hard voor moeten werken, had ik de indruk. Ik heb het wel tegen, voor de lastige wedstrijd en een beetje korter dan normaal, dus normaal is het meer bijna dan. Maar wat een vies ervan. Je hebt bijna goed 2,5 minuut niet gereden op de zitters. Ja, dus ik zie dat ik ons niet eens te doen is. Ik ben niet eens richting lawaai op fietsen. En, als je een kilometer is, is het vrij kort voor mij. Dus hier duurt het toch wel 4-5 kilometer. Ik heb iets zijn gelaten, maar dan ging het wel vrij vlot. Dat is wel niet lastig. Ik wil niet. En, ik denk dat ik ook ga zien in het lopen voor wat beter in het lopen van fietsen gaat zien. Je komt hier tot zutters van eigen volk. Waar kreeg je precies te pakken? Ik denk anderhalve kilometer voor het einde, maar ik heb wel redelijk goede zicht tijdens het lopen. Dus ik zag tussen de ronde dat het met iets moeilijk is gekregen. Dat was het moment om een beetje te versnellen en dan heb ik het bijna niet lopen. En ik ben eens voor u. Het gevoel, hoe is dat? Zit dat goed in de oktober? Ik voel me heel goed op training. Aanhankelijk van Ironman heb ik iets minder tijd, een beetje intensiever. En vandaag is het een afsluiter van die korte intensieve trainingen. En nu is het alles richting lawaai en vooral lange rustige trainingen. Nog één vraagje voor Hawaii. Die baard, die look, is dat speciaal voor Kona, Bert? Nee, maar vandaag is het iets kouder, dus dat helpt een beetje tegen de kou. En in Hawaii gaat het zeker niet te lang zijn. Voilà, succes met ons onderbaat in Kona, de winnaar van de triathlon in Wiesel, Bart Arnouds! Yeah.